Dit is een grind- en zandhopper, gebouwd voor een Nederlandse opdrachtgever, families De Herder en De Kloet. We zijn begonnen in juli met de kielegging. We waren uiteindelijk eind 2017 waren we klaar en we hebben hem nu te water gelaten. Dit schip is bijzonder omdat het zowel grind als zand kan zuigen. Het werkt met een graafwiel, dus in een zuigbuis aan de zijkant. Met die zuigbuis wordt het zand en het grind wordt opgezogen. Komt vervolgens in het ruim terecht en vanuit het ruim wordt het met een graafwiel gelost op transportbanden. En dat kan zowel naar de wal toe als het vervolgens weer storten op bouwlocaties op zee. Voor fundatiewerk, voor bijvoorbeeld windmolenparken. Het volgende schip staat alweer klaar. De volgende secties die gaan volgende week op helling. En dat is voor de grootste kuttenzuiger ter wereld, de Spartacus, voor een Belgische opdrachtgever. Dus het gaat gelukkig weer de goede kant op met IRC, met de orderportefeuille. Als het nu uitziet, hebben we in ieder geval de helling tot medio 2019 vol. En dat is best wel bijzonder in deze tijd.